Ja, ik heb iets gezegd, dat spreekt voor zich natuurlijk. Wat overigens enorm lastig is om in feite tegen en over je dode zuster iets te zeggen, bovendien in front van de familie. Hmm. Ik ben een hele gemakkelijke spreker, zoals iedereen bekend zal zijn. Misschien wel iets te gemakkelijk, maar ik vond dit nou juist ontzettend lastig. Het Verlossen, kunt u mij horen? Plaskabinetje in het park is ook verschrikkelijk werkelijk. Stinkt ook erg. Ja, vooral ook natuurlijk dan als het in de zomer druk wordt en er zitten duizenden mensen in het park. En er staat maar één zo'n blauw kabinetje. Dat is niet best, hè. Maar je kunt op internet zoeken openbare toiletten, hè? Dan krijg je dus een... Ja, maar daar is in Nederland volgens mij een vrij ernstig gebrek aan openbare toiletten. Als ze er zijn, moeten ze ook goed schoongehouden worden. Ook bij die blauwe kabinetjes, dat het zo stinkt zoals jij zegt, dat is volkomen juist. Dan komt dat die dingen dus niet behoorlijk onderhouden worden. Ja. Dat geldt trouwens voor allerlei zaken in het park. Dat vooral als er veel mensen zijn geweest, ligt het helemaal vol met rotzooi. En dat ligt er vaak dagen. Gemeentereiniging, dat is ook zo'n heel fijn onderwerp waarop gemeentes kunnen bezuinigen. En dat doen ze dan dus ook. En dan blijft het er liggen. En dan blijft het liggen, ja. Dan pas na 2 dagen, het is niet om aan te zien vaak. Soms heb je wel initiatieven van burgers, hè, die het dan oprapen. Ja, maar dat is juist. Ik juich dat van harte toe. Er zijn ook 2 oudere dames die ik regelmatig spreek in het park, die rotzooi opruimen, die zwerfvuil. Wat in Nederland echt een fors probleem is geworden, naar mijn idee. En die complimenteer ik altijd met hun gedrag, maar het blijft eigenlijk een aanfluiting dat 2 oudere dames met van die grijpstokken, niet waar, zwerfvuil in het park moeten gaan opruimen. Dat is een taak van de overheid. En dan zeg je, ja, hoezo? Daar betalen we voor. Hè? We betalen in Nederland forse hoeveelheden de belasting. Zorg dan ook dat die belasting gebruikt wordt om nuttige dingen te doen. Hè? Ik weet niet precies wat ze er allemaal mee doen. En dat is toch in toenemende mate een probleem met de Nederlandse overheid, die traditioneel een hele goede reputatie had, dat die verfrommelt en verrafelt en ja, niet altijd doet wat hij moet doen. En als hij iets doet, het vaak volkomen verkeerd doet. Ja. Dat is een zorgelijke zaak waar ook het parlement aanzienlijk meer aandacht aan zou kunnen besteden dan ze nu doen. Ja, het makkelijke tegenargument is natuurlijk, ze moeten al zoveel doen, dan gaat er wel eens iets mis. Ja, dan zou ik zeggen verhoogde belastingen, hè. Maar zorg dan wel dat ze effectief besteed worden. Nogmaals, ik heb het vaak genoeg gezegd. We zeggen het nog maar een keer. Het is een bekende stelling van mijnerzijds. Hoe hoger de belastingen, hoe gelukkiger de burgers. Mits natuurlijk die belastingen op een effectieve wijze bedut worden door de overheid die de belastingen int. Ja, ze zien nu een tegenvallen tegemoet, hè, van de 60 miljard. Ja, daar zit ik niet zo mee. Door de faillissementen. Budgetair is Nederland, staat Nederland als een huis. Dus dat is goed te doen. Ja, het wordt gepresenteerd als een ramp. Ja, natuurlijk. Dat gaat in de begroting. Ja, je begrijpt waarom. Het moet flink opgeblazen worden. Het is een ramp. Op lange termijn is Nederland budgetair een heel solide land. Want als het een ramp is, dan moet er van alles bezuinigd worden. En dan beginnen we dat circus weer overnieuw. Dat is niet de bedoeling. Nee, en ook wel makkelijk, hè? Je kunt natuurlijk thuis... Bovendien, het is helemaal, maakt dat hele beleid nogal een rommelige indruk, eerlijk gezegd. En ja, wat tot nu toe heeft dit kabinet nou bepaald niet een verpletterende indruk gemaakt. Nou, we zijn pas bezig. Oh, ik zou zeggen, dat is de tijd waarop je de zaak moet neerzetten, hè? Dat is het moment waarop het fundament en de structuur duidelijk gemaakt moeten worden. Nou, het kan zijn dat ik mijn kranten niet goed lees, maar ik ben er niet van onder de indruk. Dus wat ze nu laten zien, dat vind je helemaal niks? Tot nu toe is het niet indrukwekkend. Ze zijn nu bezig de voorjaarsnota aan de Eerste Kamer met de Eerste Kamer te bespreken. En hoop dat ze daar steun krijgen voor die voorjaarsnota. Wat tot op heden maar vrij twijfelachtig is. Ja, als je natuurlijk eerst links weggezet hebt tijdens de formatie zonder behoorlijk argument, dan moet je niet gaan zitten piepen als links vervolgens niet bereid is om je voorjaarsnota te steunen. Nee. Belasting op vlees komt er ook niet, hè? Oh, nou ja, dat is iets wat mij eerlijk gezegd totaal niet interesseert. Ik ben helemaal geen vleeseter. Ik geef niet veel om vlees. Ik vind een roerijtje vind ik eigenlijk lekkerder dan vlees. Wij eten al jaren geen varkensvlees meer. Ja, dus nee, vlees, dat is voor mij... Nee, je eet ook wel garnalenkroketten, dus daar zit het ook wel niet in. Ja, al die arme garnalen, goed, dat die eet ik wel. Dat is waar. Ik vind vis wel lekker, dat moet ik toegeven. Maar vlees is voor mij een... Ja, je hebt mensen die... hoe groter het stuk vlees, hoe bloediger als je een mes erin zet. Dat het ook zo eruit nog uitloopt, het bord op. Dat is echt...
Ver, ver, ver van mij. Heel ver. Dat geen idiote vlees eten in Amerika. Hè, dat je zo'n ding krijgt dat je denkt... Grote rot. Hè, moet ik met 3-4 ons vlees op mijn bord? Wat was vroeger een biefstukje in Nederland? Dat was 1 ons. Nou, dat vind ik al... Hè. Nogmaals, ik geef er niets om. Nee. Als morgen het vlees eten verboden wordt... dan ga ik gerust akkoord. Ja. Maar het is wel wat jij zegt. Het kabinet heeft nou niet echt iets gedaan waarvan je zegt... fantastisch, nee. Dit is wereldveranderend. Nee, helemaal niet. Het is een beetje op de winkel passen, lijkt het wel. Nou ja, en het is zaak dat er goed beleid gemaakt wordt. En ook, er was toch eerst geld genoeg. En nou ja, nu op een of andere manier zit het tegen. Ja, door de oorlog. Ik begrijp ook dat heel veel geld wat aan ondernemers betaald is... in de COVID-tijd tot op heden niet... ook na uitstel niet terugkomt. Dus die moet wel zorgen dat dat geïnd wordt, naar mijn idee. He, als de overheid dan iets nuttigs heeft gedaan door die mensen te helpen in de COVID-tijd, laten ze dan ook op fatsoenlijke wijze de boel weer terugbetalen. Nee, dat is net wat je zegt. Tot op heden maakt het absoluut geen voortreffelijke indruk. Ja, dat is natuurlijk slecht voor Rutte, maar ja, die zal het misschien niet zoveel uitmaken. Maar ook voor Kaag. Voor Rutte maakt het helemaal niets uit, want die heeft er lang bij getekend om minister-president tot 2050 te blijven, zoals je weet. Ja, en dat zal dan waarschijnlijk ook wel lukken. Ja, we hadden nu allemaal praatjes dat die... Dit zou zijn laatste kabinet zijn, maar ik heb je al verteld dat Henk Kamp zei... Nu, VVD vond het eigenlijk een prima idee dat dit zijn een... Nou, dat er hierna misschien nog 3 kabinetten komen. En dan gaan ze... Ja, hij is wel Teflon Rutte, toch? Ja. Zei ze volgens wel 100 rekenen, maar als er nou 1 Teflon politicus is, is het wel Rutte. Ja. Wat hij ook doet, wat hij ook verkeerd doet, niet waar. Er zijn altijd zijn andere mensen verantwoordelijk, maar Rutte niet. Ja. Hij heeft, zoals we vaak besproken hebben, 2 moties aan de broek gehad. Maar vorig jaar april, dat is precies ruim een jaar geleden. 1 april. Ja, een brede kamermotie bij een motie van afkeuring. Een bijna met meerderheid krijgende motie van wantrouwen. En ja, we hebben hem gewoon teruggekregen. Ja. Een parlementair novum. Ja. Elke fatsoenlijke politicus vertrekt met zo'n achtergrond. Maar Kaag heeft haar huid natuurlijk duurder verkocht. Want die heeft het mede mogelijk gemaakt. Eerst zei ze nog nee, we gaan het niet doen. En dan draaiden ze bij. Maar ze heeft niet iets kunnen verzilveren echt. Nou, we hebben heel lang moeten wachten met die formatie. Om de eenvoudige reden natuurlijk. Dat we moesten wennen aan het feit dat Rutte weer terug zou komen. Dat die beschadigingen van onze Teflon premier eigenlijk minder serieus waren dan iedereen dacht. En omdat Kaag niet wilde. Nou, ik weet niet of dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Kaag had groot gelijk naar mijn idee dat het opnemen van de 2 linkse partijen voor dit kabinet heel nuttig zou zijn geweest. Dat was, weet je nog dat hij het zei, een linkse tsunami. Hè? Wel profiteren van de Partij van de Arbeid en Rutte 2... Die zich natuurlijk volledig heeft laten inpakken door die lulkoek over bezuinigingen en het land gereed maken voor de 21ste eeuw. En dan word je op die manier afgeserveerd. Ik zou zeggen, laat links ook maar tegen de voorjaarsbegroting stemmen in de Eerste Kamer. Dat verdient hij ten volle. Maar dan komen we niet vooruit als land, dan blijven we een beetje kwakkelen. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat onder Rutte is het altijd kwakkelen, hè? Dus of je nou erg kwakkelt of iets minder erg kwakkelt, het blijft kwakkelen. Ik ben er niet van onder de indruk. Nee. Nee. Nou, we hadden er toch wel zin in aan het begin van het jaar. Hè? Nieuw kabinet, nieuwe plannen, nieuwe ploeg, jonge mensen. Moet je zeggen, ik weet niet, had je dat gevoel dat je... Nou, dat is altijd wel een nieuw sentiment bij dan. De viering van oud en nieuw dacht van zo, 2022, een jaar van dynamiek, van doortasten, van ongekend nieuw beleid. Nee, dat had ik nou eerlijk gezegd. Nee, dat is in Nederland niet aan de orde. Evenmin als transparantie wezenloze kletskoek is en... Wat was het ook weer, een nieuwe bestuurscultuur, wezenloze kletskoek. Laat ze nou gewoon doen wat ze moeten doen. En dat schiet al ernstig tekort in allerlei opzichten. Ja, ja. Wat vind jij Finland-Zweden bij de NAVO? Goed idee? Ja, dat heeft Poetin zelf veroorzaakt. Door immense onzekerheden, nietwaar, ten aanzien van het veiligheidsbeleid in Europa te creëren. Dus als ik te vinden was, zou ik ook zeggen, ja, die man is evident zo onbetrouwbaar. Dat we dat risico niet kunnen nemen. Maar als de Oekraïne wel lid van de NATO was geweest, was het niet gebeurd. Mag je aannemen. Door allerlei redenen die we eventueel eens aardig zouden kunnen bespreken, van hoe is dit eigenlijk fout gegaan? Was er ergens een moment waarop het goed had kunnen gaan?
dat zouden we eens kunnen bespreken dadelijk. Vind ik het wel begrijpelijk. Ja, wel spannend die periode die nu volgt natuurlijk. Na die aanvraag. Ja, we hebben dat besproken met Stefan. Het loopt slecht af in de Oekraïne. Rusland wint tenslotte toch. Nadat zo'n beetje de hele Oekraïne met de grond gelijk gemaakt is. Omdat Rusland natuurlijk in principe meer geduld heeft. Meer reserves, meer mensen enzovoort. Hoe slecht ze ook vechten met wat ze aan meer hebben. Ja, dan staat de hele veiligheid van Oost- en Centraal-Europa staat op het spel. Wint de Oekraïne, dan nog is Rusland niet weg. Het blijft daar liggen. Hè? Rusland is, althans onder deze leiding, want daar gaat het, dat is natuurlijk wel een zaak van geweest. Onder deze leiding is Rusland, hebben we nu bemerkt, een permanente dreiging boven Europa. We dachten namelijk allemaal, ik ook zoals je weet, dat je met die Russen in gesprek moest blijven en dat in principe het waren boeven. Het waren moordenaars en dieven, dat wisten we. Maar als je in gesprek bleef, dan zou het ergste afgewend kunnen worden. Ik dacht ook dat dat zo was. Merkel dacht dat dat zo was. De meeste mensen dachten dat zo was. Behalve natuurlijk, dat weet je, de twitteraars, die wisten natuurlijk al jaren hoe deze zaak erbij ging. Dat begrijp je. Je weet dat alles beter. In dit geval, hoe je het ook wendt of keert, zelfs als het goed afloopt, is het zaak om de veiligheidspolitiek in Europa heel anders te organiseren. En het NATO-lidmaatschap van Finland en Zweden zou daarvan een onderdeel zijn. Ja. We moeten daar veel meer geld aan uitgeven. Het is zaak dat de EU zich ook bewust wordt van de noodzaak van veiligheidsbeleid. En dan nog, Rusland is daar. Hoe je het ook wendt of keert. Ja. Rusland zelf is het centrale probleem. Finland voldoet al aan alle voorwaarden die de NAVO stelt, hè? Ja, ik zou zeggen, doe het ook zo snel mogelijk voordat hij nog de kans grijpt om nu iets te doen. Of zegt dat ze meteen afvallen onder artikel 5. Ja, Johnson heeft al gezegd van als er iets gebeurt. Hou op met dat gezeik dat de Oekraïne tientallen jaren moet wachten om lid van de Unie te worden. Doe het. Hè? Ja, het is een risico, maar doe het in godsnaam. Zorg dat je we weten nu hoe het zit. We weten nu dat die totaal onbetrouwbaar is. Hou daar dan ook rekening mee. Maar ze hebben niet aan de juiste voorwaarden voldoen ze nu nog. Gelul. Dat deden Bulgarije, Roemenen en voldeden ook totaal niet aan de voorwaarden. Dus waarom zou de Oekraïne dan ineens wel aan de voorwaarden moeten voldoen? Dat ze allemaal gelegenheidskletskoek omdat ze bang zijn voor binnenlands politieke reacties. En om misschien een directe oorlog met Rusland ook te voorkomen. Dat moet sowieso voorkomen worden, ja. Maar dat kan het beste voorkomen worden door de defensie zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk op het nieuwe spoor te zetten. Namelijk het spoor wat rekening houdt met het feit dat Poetin een totaal onvoorspelbare, levensgevaarlijke oorlogshitser is. Ja. Dus oorlogshitser, een veroorzaker van oorlog. Ja. Heb je zijn toespraak gezien? Nee. Wel gelezen wat hij heeft gezegd natuurlijk in de krant. Je bedoelt voor de 9e mei? Ja. Ja, op slap gelul. Hij heeft in feite niks gezegd omdat hij niks te melden had. Daar kwam het toch op neer. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke playfiguur heeft hij geslagen. Dus ja, wat moest hij daarvan zeggen? Je kunt ook zeggen, ze hadden weer al die fantastische petten op. Waar je altijd denkt van, hoe groot kunnen die dingen worden tenslotte? Dus dat je een soort van vliegende schotel op je hoofd hebt. Ja, ik heb ook wel eens gedacht, hoe groter de pet, hoe slechter het leger. Maar ze waren ooit toch het op twee na beste leger ter wereld. Wie zegt dat? Dat staat toch in verschillende lijstjes, de Sovjet-Unie. Oh ja? Nou ja, je kunt zeggen dat het Rode Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft leren vechten, ja. Dat is begonnen met een van de meest gruwelijke nederlagen die ooit geleden zijn. Omdat Rusland zo groot is, zulke grote reserves had. En de Duitse leger natuurlijk nog allerlei andere klussen had, is dat tenslotte wel goed afgelopen en heeft het Rode Leger gewonnen. Maar als jij zegt, wie beweerde, want als het zo goed was, dat moet blijken uit vechten. En alles wat we weten over het vechten van het Russische leger, of het nu in Syrië is of in Tsjetsjenië is, het was allemaal hetzelfde. Het is verwoesting. Ja, is alles maar tenslotte totaal alles vernietigd, dan heb je misschien wel gewonnen. Het waren ook allemaal tegenstanders natuurlijk die niet al te serieus genomen konden worden. Nu hebben ze een
verrassend effectieve tegenstander en brengen ze er niets van terecht. Dus dat, die lijstjes, wie stond er dan op nummer 1 op dat lijstje? Amerika. Ja, dat zegt me ook geen reet. Amerika heeft ook geen diepe indruk gemaakt bij de interventies die ze gepleegd hebben, toch? Maar ze hebben wel het sterkste. Shock and all, ja. Maar wat zou jij dan zeggen als ik jou vraag wie heeft het sterkste leger ter wereld? Ik heb geen idee. Ik zou het zeker 30 jaar geleden hebben gezegd, het Israëlische leger. Omdat het regelmatig gevochten heeft. De enige goede legers zijn legers die gevochten hebben. De enige goede loodgieters zijn loodgieters die regelmatig lood gegoten hebben. En fonteintjes vervangen hebben en wc's hebben geïnstalleerd. Maar de Amerikanen vechten toch wel vaak? Nou, shock en oor. Ze waren snel in Bagdad en vervolgens hebben ze de boel volledig uit hun poten laten vallen. En bleken ze absoluut niet in staat, niet waar, om de, laat maar zeggen, de laagdrempelige oorlog die tegen hen gevoerd wordt, om daar serieus iets aan te doen. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is meer ook beleidsmatig. Het Amerikaanse leger heeft helemaal niets indrukwekkends gepresteerd. Ze zijn in een Vietnam het schip ingegaan. Ja, kapot maken, dat konden ze toen ook. We was het ook alweer? We had to destroy the village to save it. Daar zijn ze altijd enorm goed in geweest. Nee. Maar hun luchtmacht is modern en sterk. Als je nou kijkt naar lui die werkelijk goed gevochten hebben, ben niet onder de indruk. Ja, ik weet het, omdat natuurlijk Israël ook alweer tientallen jaren niet grootschalig gevochten heeft. Kunnen we daar weinig over zeggen. Maar goed, de Russen doen het heel slecht. Als je het nu zou moeten zeggen, zou ik op het eerste gezicht zeggen, en toch een lijstje wil maken, dan kun je het Oekraïnse leger toch wel een speciaal prijsje uitreiken. Hè? Ja, met hulp van de... Hulp, dat dondert er verder niks toe. Maar ze, met die hulp vechten ze, gezien het feit dat ze werden beschouwd als de onderliggende partij, blijken ze heel effectief te kunnen vechten. Ja, dus dat wisten we allemaal niet. Nee, dus jij kijkt ook naar hoe ze vechten en niet zozeer welke apparatuur en dingen ze... Nee, dat doet er in principe wel iets toe, maar veel minder dan mensen denken. Het gaat erom hoe je je materiaal gebruikt. Nou, we hebben gezien dat de Russen absoluut niet in staat zijn om de overmaat van materiaal die ze hebben, om die effectief te gebruiken. Dat hele gebruik ook van die tanks was van een prutserigheid die je niet voor mogelijk houdt. Je vraagt je wel eens af, hebben ze ooit een boek gelezen over hoe je tanks moet gebruiken? Ik denk ook niet dat ze echt een opleiding volgen. Ze worden gewoon naartoe gestuurd, zoek het maar uit. Ik las een heel artikel, voor wat het waard is, ik ben geen militair deskundige, dat wat in het Russische leger ontbreekt zijn onderofficieren. En iedereen kan je vertellen dat de immense effectiviteit van de Duitse Wehrmacht vooral te danken was aan een voortreffelijke onderofficier. Want die moeten natuurlijk het peloton, dat moet door een onderofficier geleid worden. Ik heb 4 maanden in dienst gezeten. Heb je dan voortdurend te maken met kolonels en kapiteins? Nee, je hebt te maken met onderofficieren. Die op mij, moet ik je zeggen, in de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort geen grote indruk hebben gemaakt. Waarom niet? Dat leken mij niet de snuggerste personen van deze planeet. Maar moet je dat zijn? Je moet toch vooral uitvoerend te werk gaan? Ook daarvan moet verwacht worden dat ze, laten we zeggen, een zekere natuurlijke intelligentie hebben, ook in de benadering en in behandeling, niet waar, van de dienstplichtigen die ze onder zich kregen. Ja. Daar vond ik het hele patroon van een verbazingwekkende kinderachtigheid, eerlijk gezegd. En die kolonels, wat doen die? Wat ik ervan gezien heb, niets. Staan, naar buiten kijken. Ja, wat nogmaals, ik spreek je als directe getuige. Toen tenslotte duidelijk was dat ik er wel uit kon vanwege het onderzoek. Toen werd ik, zolang ik er was, op een afdeling geplaatst waar je etensbonnetjes moest verwerken. Een totaal nutteloze administratieve activiteit, maar zoals zoveel activiteiten in het Nederlandse leger in dat jaar, moest het wel, maar had het geen enkele zin. En daar was een soort kapitein, dat is ook een vrij hoge figuur in het leger, en die hield daar toezicht. En dan stond hij daar, dus wij zaten daar die bonnetjes te verwerken. En hij stond daar de hele ochtend en dan keek hij naar buiten. En daar zag hij een aantal wegwerkers die een nieuw stukje stoep aanlegden. Die wegwerkers, laten we het eenvoudig stellen, haasten zich bepaald niet in met hun klus. En dan sprak hij kritische woorden, moet je toch eens kijken, die wegwerkers die voeren geen kloot uit. Terwijl voor zover ik kon zien, hij zelf de hele ochtend geen kloot had uitgevoerd en 's middags waarschijnlijk ook niet uitvoerde. Dus ja, ik was er niet van onder. Ik heb het eerder verteld, ik was er niet van onder de indruk. Maar denk je dat het in Rusland ook zo gaat? En nog erger is, denk ik. Want dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld. Ik
ik had al een hele lage dunk gekregen van de stootkracht van het Nederlandse leger, moet ik je bekennen, door die 4 maanden opleiding. Ik denk, als dat allemaal zo gaat, dan... En toen las ik veel later, toen was ik al aan de universiteit gaan werken, een boek over het Russische leger. En toen dacht ik, oh, dat is nog erger. Dat is nog veel erger. Dan werd dat voorbeeld gegeven van inspectietochten. En dat overal het gras dood was bij de kazernes. En werd het gras dan groen gespoten als er geïnspecteerd werd met een spuitbus. Toen dacht ik, nou ja, het zou een wonderlijk treffen zijn geworden. Omdat natuurlijk beide partijen na al die decennia hadden moeten leren vechten. Ja. Hè? Dus wie kunnen nu het beste vechten? Dat zijn de Oekraïners. Hmm. Want die hebben het in een harde leerschool in de afgelopen weken, trouwens natuurlijk ook al sinds 2014 in de Donbass, hebben ze ervaring op kunnen doen. Goede legers zijn legers die gevochten hebben of nog vechten. Goede legers zijn niet legers die parades houden en blaaskapellen hebben en dat soort van dingen. Allemaal hartstikke leuk, maar daar heb je geen zak aan. Er zijn ook verschillende luisteraars die vragen hoe de afscheidsbijeenkomst van CIS was. Ah, ja, daarvoor heb ik besloten dat dat toch een privé aangelegenheid is. Die is, voor zover dit soort van gebeurtenissen überhaupt bevredigend of aangenaam kunnen verlopen. Wat natuurlijk sowieso al een beetje vreemd klinkt. Bevredigend en aangenaam verlopen. In een betrekkelijk kleine kring. Dat was ook mijn bedoeling, of was onze bedoeling. Ik moet het anders formuleren. En wat daar en door wie gezegd is, daar ga ik mij niet over uitlaten. Okay. Want Robert stuurt nog een bericht. Die vraagt, heeft Maarten, omdat je natuurlijk verbaal sterk bent, heb je dan nog iets gezegd? Ja, ik heb iets gezegd. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Wat overigens enorm lastig is om in feite tegen en over je dode zuster iets te zeggen, bovendien in front van de familie. He, ik ben een hele gemakkelijke spreker, zoals iedereen bekend zal zijn. Misschien wel iets te gemakkelijk. Maar ik vond dit nou juist ontzettend lastig. Ja. Ja. Iedereen spreekt ook van afscheid. Ja, afscheid. Zo iemand zit in je hoofd. In mijn hoofd zit een sprekende en wandelende en bewegende zuster. Dat zal onduidelijk zijn. Dat geldt trouwens voor. Als je natuurlijk zo oud bent als ik, dan heb je alles wat er boven je zat is dood. En namelijk je ouders, je grootouders, je ooms en je tantes. En ja, nu begint het natuurlijk hartstikke dichtbij te komen. Wij zijn een generatie die nu aan de rand van de afgrond staat. Mm-hmm. Klein duwtje en het is gepiept. Maar jouw zus leeft nog voort in je gedachten, wil je zeggen. Zeker. Ja. Net als mijn opa. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik hem lopen. Ja. Zitten, praten, zwijgen bij Beethoven. Ja, zeker. Ja. Want jullie zagen elkaar niet heel vaak, hè? Het was vooral bij die opnames dat je elkaar zag. Vooral de opnames, ja. Waardoor wij ook, omdat we s'avonds dan altijd gezellig gingen borrelen. Kon je van alles en nog wat bespreken. Ik heb allerlei dingen over mijn zuster geleerd die ik helemaal niet wist. Doordat we nu 8 jaar langer, je kunt even uitrekenen hoeveel gezellige avonden dat bij elkaar zijn. Dat is heel wat. Jawel, we zagen elkaar gewoon op verjaardagen, Sinterklaasviering, dat soort dingen. Ik ben zelf een groot vierder van traditionele familiefeesten. Niet zo kinderachtig als die suffe intellectuelen die dan met dat gezeik over Kerstmis en Sinterklaas, houdt erop. Emigreer naar Patagonië als u het er niet bevalt. Dat heb ik altijd zo ontzettend kinderachtig gevonden. Ja, waarom zou je niet met de familie gezamenlijk, weet ik veel, een kippetje eten of wat je eet? Ja. Ja, ik ben een groot voorstander van die feesten. Maar nu kwamen niet spontaan bij elkaar over de vloer? Nee, niet. Soms wel, soms niet. Ja, god, afhankelijk van de omstandigheden. Ja. Maar het was niet zo dat we een vaste wekelijkse afspraak hadden. Nee, absoluut niet. Nee, precies. Mijn broer is ook helemaal niet familieziek, dus dat was niet het geval. Ook was gedacht hoe groter de pet, hoe slechter het leger. De sluipschutter. Maarten Verossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.